Welkom bij de derde aflevering van de Granny Square alweer. Deze week zijn Dorina, Bea, Tessa en Lisa aan de gang gegaan met een granny en die ga je nu deze keer zien. Hallo, ik ben Dorina en je zou me kunnen kennen van de Haakster 2020. Want vorig jaar heb ik meegedaan aan deze wedstrijd. Wat een leuke tijd was het, maar ook heel stressvol. We hebben bijzonder veel leuke dingen gehaakt en het was zo leuk om elke keer alle andere opdrachten te zien die klaar waren van de kandidaten. Hoi, ik ben Bea uit België. Jullie kennen mij misschien nog van het eerste Haaksters sterseizoen. Dat is ondertussen al een tijdje geleden. In dat seizoen ging ik mij als Belgische breister meten met de Nederlandse haaksteren. Dat was een hele uitdaging, maar het was een hele fijne uitdaging en ik heb er eigenlijk alleen maar meer liefde voor het haken aan overgehouden. Hoi, ik ben Tessa. Ik heb in 2019 meegedaan met de Haakster en die heb ik toen ook gewonnen. Naar aanleiding daarvan heb ik mijn boek Winters Haken geschreven. Dat is nu te koop bij Wolplein of bij je boekhandel. Vooral gaan halen. Wat ik zelf het liefste haak, dat varieert heel erg. Ik vind sjaals leuk, ik vind dekens leuk, maar ter afwisseling amigurumi vind ik ook ontzettend leuk om te doen. En ik heb met heel veel plezier een granny square ontworpen voor de granny square kel. Ik heb denk ik de bolletjes nu een week of anderhalf in huis en ik moet zeggen, ik heb nog geen enkel idee. De kleurtjes die spreken mij helemaal niet aan, waardoor het best lastig is om iets te verzinnen. Maar goed, dat gaat natuurlijk wel weer goed komen, want dat is altijd goed gekomen. Alleen, ja, wat ga ik verzinnen? Ik heb hem eerst even in één kleur gemaakt en ik ga hem deze week uitwerken in meerdere kleuren. Dit is hem geworden. Het is een granny met middenin een bloempatroon en daaromheen een opengewerkt patroontje, een paar rijen echte grannies. En om het af te sluiten heb ik er een reliefrandje aangezet. En ik ga deze granny uitwerken in 5 van de 6 kleuren die we hebben gekregen. Ik begin met in het midden de Jane, deze mooie gele kleur. Daaromheen maak ik een randje van Abby. En de bloemblaadjes uiteindelijk, die ga ik haken in de kleur Tess. Wat natuurlijk mijn favoriete kleur is en het nummer is ook nog mijn geboortejaar. Dus dit is echt mijn nieuwe favoriet. En daaromheen, dus het randje vanaf de bloemblaadjes, dus dit gedeelte, dat wordt in deze lichte kleur Faith en daar weer omheen haak ik de reliefrand met de kleur Lisa. Ik had ook het idee om te gaan werken met cirkels en dat is misschien een idee dat ik nog wel verder uitwerk. In die zin dat ik 4 cirkels in verschillende kleuren naast elkaar zou kunnen zetten met daartussenin dan dus rondom een soort van mand. Vorm en een afwerkingsrand, zodat ik eigenlijk 4 kleine grannies van 10 op 10 zou hebben om samen tot 1 mandenset met kruiden te brengen. Ik heb zitten denken afgelopen weekend en ik dacht het is misschien wel heel leuk om de vorm die ik in het begin heb gedaan van mijn kussen, om die te gaan verwerken in een granny. Dus ik ben ook al een eindje op weg en dit is het resultaat tot nog toe. Nou, ik vind het er zelf super leuk uitzien. Je ziet dus dat de kleurtjes hier net iets anders zijn. En dat is eigenlijk het middenkleurtje wat je hier ziet. En ja, het zonnetje schijnt er nu op, dus het is een beetje anders. Het stekent een beetje, maar ik denk dat hij heel mooi gaat worden. Het voordeel van het maken van een proof granny is natuurlijk dat ik het patroon nu al helemaal heb kunnen uitwerken en dat ik het zo meteen nog een keer zelf kan checken als ik de echte granny maak. Ik heb het patroon getekend in Adobe Illustrator, dat doe ik eigenlijk altijd, omdat het gewoon een programma is waar ik zelf heel fijn mee kan werken. En op deze manier kan ik ook heel makkelijk checken of de kleuren die ik voor ogen had, of die kloppen. Natuurlijk is het op een beeldscherm altijd wat anders dan in het echt, maar dit zijn de kleuren waar ik voor heb gekozen. Dus de tekening is al helemaal af. Als ik zo meteen aan de slag ga, dan ga ik natuurlijk ook kijken of mijn werkbeschrijving helemaal klopt. Het heeft eventjes geduurd, maar inmiddels heb ik mijn proefgranny af. Ik was met dit begonnen. Ik wilde heel graag weer met een bloem beginnen, zoals ik dat ook tijdens de haakster met mijn mandala heb gedaan.
Maar uiteindelijk had ik hier iets bij verzonnen en dat werkte niet. Dus weer uitgehaald, toen was ik weer opnieuw begonnen. Weer uitgehaald. Maar inmiddels hebben we wat. En dat is dit geworden. En ik ben er zelf eigenlijk best wel tevreden over. Het enige wat ik wat anders wil doen is dat deze knop misschien wat beter uitkomt. En misschien toch nog een rand licht oranje met dan donkerder buiten. En ik heb hier ook de achterste lus bij deze oranje. En dat wil ik toch gaan veranderen. Vind ik toch niet zo mooi. Nou, vandaag ben ik verder aan mijn granny. En ik wil jullie een beetje laten zien hoe het gaat. Want anders is het misschien een beetje lastig. Ik ben, zoals je kunt zien, hier geëindigd. In het patroon ben ik nu bij toer 11. Dat zijn drie losse omhoog, dat zijn deze. En dan drie stokjes. Nou kijk, die zijn hier. Dat zijn precies de stokjes die je hier nog erbij moest maken. Dan ga je met je haaknaald naar het linker ruimte van de acht losse ruimte. Dus dat zijn deze. Dus dan haak je gewoon door. 12 stokjes aan deze kant. En je haakt 12 stokjes aan deze kant. En die sluit je met een halve vaste in het eerste stokje van deze acht losse ruimte. Mijn granny square is klaar. Yay! Ik ben op de juiste afmetingen en het juiste aantal steken kunnen uitkomen. Oef. En zoals jullie zien heb ik hier ook de rand eraan gezet. Dus de bobbeltjes komen terug. Dus die zaten hier al in en die komen hier ook in terug. De zon die heeft wat extra staaltjes gekregen in de hoeken met die speciale samengehaakte stokjes. En dan hebben we ook nog een herhaling van het hartje van de zon. En dat is hem dan geworden. Nu ga ik hem opspannen om een mooi model te krijgen. En ik ga jullie ook laten zien hoe ik dat ga doen. Tada, het eindresultaat. Dit is mijn granny square geworden. Ik heb hem Aurora genoemd en hij staat voor hoop. Dit zijn natuurlijk kleuren die ik anders niet zoveel gebruik. Nou, je ziet de wat neutralere kleuren aan de buitenkant en aan de binnenkant een vrolijke bloem. En ja, zoals ik al zei, het staat voor hoop dat ondanks dat de omstandigheden misschien niet al te vrolijk zijn, daar valt ook altijd nog wel wat interessants in te ontdekken, want ik heb een beetje met relief gewerkt, wil ik aangeven dat er ook altijd wel dingen zijn om naar uit te kijken, dingen waar je vrolijk van wordt. En daar staat deze bloem voor. Dus dit is mijn Granny Square Aurora. Ik wens jullie heel veel haakplezier. De vorige keer liet ik jullie zien dat ik mijn patroon uit ging schrijven, dat ik een proeflapje had gemaakt. Inmiddels is het patroon uitgeschreven en heb ik ook de echte versie gehaakt. Dat was deze. Alleen was ik niet tevreden over de kleuren. Dus uiteindelijk heb ik nu een andere gemaakt. En dat is deze geworden. En daar ben ik wel heel erg tevreden over. Hij is wat minder opvallend en wat minder grauw als de andere. En toch zie je wel het randje erin terug. Ik heb hier toch wel de achterste lus erin gelaten. Vond ik uiteindelijk wel mooier. En ik heb hier ook dat hij iets beter uitkomt, de pop. Zo, we zijn aan het einde van de haakster deken opdracht. De granny square is klaar. En ik moet zeker bekennen dat het best een uitdaging was om die te maken en zeker om die te ontwerpen. Aan alle dames die dat regelmatig doen, dikke proficiat. Ik gebruik zelf wel vaak granny squares, maar dan eerder voor projecten zoals kleding, sjaals, jassen. En dan gebruik je kleinere granny squares en iets eenvoudigere. Granny Squares natuurlijk. Zo, daar ben ik dan weer. En bijna is het zover dat we aan de einddatum zitten voor de granny. En ik heb de granny afgekregen. Mooi op tijd. Ik heb nog wel een aantal dagen over en dat komt goed uit. Want dan kan ik het patroon netjes uitwerken.
Ik moet zeggen dat ik het patroon zeker goed heb bijgehouden deze keer. Ik heb er natuurlijk van geleerd na de wedstrijd. En dat is nu een kwestie nog van in het goede format zetten en kijken of alle puntjes en hoofdletters en dat soort dingen goed staan. En dan hoop ik dat hij er goed uitziet. Ik heb dit keer ook heel veel foto's gemaakt, nog vlogjes tussendoor. Ik moet zeggen, dit moet eigenlijk iedereen kunnen haken nu deze keer. En ik denk ook dat er iets minder vragen komen. En mijn granny is dit geworden. Dus ik natuurlijk heel veel terug ervan in van mijn kussen. En dat vond ik zelf heel leuk, want er waren heel veel mensen die mijn kussen heel erg mooi vinden. Dus ik hoop dat ze deze granny ook heel erg mooi vinden. Ik heb er wat dingetjes aan veranderd. En ik ben zelf heel erg tevreden. De kleurenkeuze had ik natuurlijk zelf niet gekozen. Maar goed, ik denk toch dat ik hem heel mooi heb uit laten komen. Het is een beetje een zonnige bloem geworden. En ik denk ook wel dat dat mag in deze tijd. Want deze coronatijd is natuurlijk niet echt de leukste tijd in ons leven. En ik ben dan ook heel benieuwd wat de anderen hebben gemaakt. En hoe het allemaal in zijn totaliteit terug zal komen in de deken. Dus daar ben ik super benieuwd naar. Deze die gaat nu richting Nederland, richting Zaltbommel. En ik ben heel benieuwd naar wat de andere dames hebben gedaan. Hoe dat hij gaat uitkomen tussen de andere granny squares van alle andere haaksterren. Dit was de derde aflevering alweer. Je kan de patronen vinden bij ons op het blog en ook de vorige aflevering nog terugkijken als je dat wilt. En wij zijn de volgende week weer met de volgende grannies. Tot dan! Hey, dat is lang geleden. Wij mogen weer wat leuks doen voor Rolplein. Ik ben dus echt super, super blij dat ik ook mag meedoen. Het zijn echt hartstikke leuke kleurtjes. Dus we hebben 6 kleuren gekregen van het nieuwe merk van Rolplein.